Dus wij zijn gevaren en we zijn volle kracht op Medemblik aangevaren. Echt vol die motor aan en gevaren. En ineens hoorden we dus de regen, hoorde je echt aankomen. Je hoorde echt shhh, over het water heen. En toen kwam de wind. Varen met de clipper is natuurlijk pure romantiek. Ja, niet altijd hoor. Het is wel een romantisch leven, ze lijkt het wel, hè? Ja, kom maar op met die anekdote. Ja. Nou, we hebben al een keer eentje gehad, echt dat we bij de onder de kust van Medemblik. En alles erop, zoals vandaag, alle zeilen erop, lekker aan het zeilen, zulke luchten, schitterend weer. En er was niks aan de hand eigenlijk. Het was ineens bladstil. Ik zeg, gooi er maar af, ik heb er heel slecht gevoel erover. Nou, ik had het nog niet gezegd op het begrepen dat er over de marifoon vanuit Medemblik werd geroepen. Jongens, ik heb gewoon hier winkel 10 op de teller staan nu gewoon. De weersverwachting uitgegeven door het KNMI. En wij keken elkaar aan van, chips, dit vinden wij dus niet leuk. Dus wat hebben we toen gedaan? De motor stond aan, alles weer ingepakt, mensen gewaarschuwd. Er komt een hele dikke bak met regen aan zitten. En zoals het nu aanhoort, ook met heel veel wind. Dus wij zijn gevaren en we zijn volle kracht op Medemblik aangevaren. Echt vol die motor aan en gevaren. En ineens hoorden we dus de regen, hoorde je echt aankomen. Je hoorde echt shhh, over het water heen. En toen kwam de wind. Nou, het was wel een 10 tot 11 hoor op dat moment. Ik kon niet meer naar voren kijken. Het lukt ook niet meer om zo te staan. En ik heb op een gegeven moment heb ik zo gekeken naar de vlag. En zo was ik aan het sturen van, oké, zo hou ik hem rechts op recht. Mijn maat die stond hier in de roef, stond echt zo van, oké, hoe lang het gaat duren. En het heeft 5 minuten geduurd. En het was boef, weg. Het was strak blauwe hemel, klaar. Ja, maar als je niet geanticipeerd had, met andere woorden, als je je zeilen nog... Ja, nou ja, dan had ik waarschijnlijk al eens een god gevaren, of weet ik veel, geen idee. Dikke slag zijn gehad, dan hadden we echt een ander probleem gehad. Persoonlijke ongelukken. Ja, ja, maar we hebben echt, ja, en dat is natuurlijk altijd belangrijk. En dat doen we ook altijd. We houden die weerberichten altijd goed in de gaten. We kijken elke ochtend weer wat zijn de weerberichten, wat zijn de voorspellingen van de dag. En kijken naar buiten, naar de luchten. Wat geven die luchten? Want ze kunnen wel van alles voorspellen. Maar het klopt niet altijd. En daar moet je rekening mee houden. Dus. En dat doen we gelukkig wel. Ja, dat is ook mijn vak natuurlijk. En dat doen al die schipjes op het IJsselmeer. We zijn er altijd mee bezig. Het is echt meer dan je zelf denkt eigenlijk, dat je eigenlijk bewust van bent. Het is gewoon, zit eigenlijk in je DNA, zou ik bijna zeggen. Zo gaat dat. Ja. Einde van de scheepvaartuurbericht, dit is Rijkswaterstaat, centrale meldpoort, IJsselmeergebied uit. Lekker muziekje! Heerlijk! Hey, wat doe je nog meer? Een windje, een zonnetje, goed gezelschap. En James Last! En James Last! Ik moet nu trouwens ook even ingrijpen, want we gaan zo over stag, anders liggen we daar misschien op de dijk. Dat moeten we niet hebben. Rianna, klaarmaken voor overstag. Belangrijk is jouw Overijsselse thuisbasis? Superbelangrijk, ja. Ik vind het een van de mooiste plekken hier in Nederland. Henk van der Velde heeft ooit een keer gezegd, het Ganzediep is het mooiste plekje op de wereld. Ik moet hem echt wel nageven, daar heeft hij wel stiekem wel een beetje gelijk in. Bij Kampen? Ja, bij Kampen. Ik vind het gebied hier, we zitten nu op Ketelmeer, het is super divers. Het is voor ieder is er wat te doen gewoon. Het is een hele mooi stuk natuurgebied dat echt zo mooi samengaat. Met de mensen hier zo die hier recreëren op het water, zeilen, of in een motorbootje of kano en noem het maar op. Je kan heerlijk zwemmen, alles mogelijk. De oude Hansestad Kampen? Ja, helemaal. Hè. Dat vult het wel aan, het pakket. Ik bedoel, zo'n mooie stad, wat kan je daar nou van zeggen? Het is echt een prachtige stad. Het is een oude stad, gewoon echt duidelijk een Hansestad. En met al die schepen die daar ook aan de IJsselkade liggen, je waant altijd weer even terug naar vroeger, heb ik het gevoel. Het is het modern en ouderwets gaan samen en dat gaat heel goed samen zelfs. En dat zie je ook aan de mensen die er rondlopen, die genieten altijd echt ervan. Als wij daar zijn, misschien.